Als wij niet naar het café mogen gaan, dan komt het café naar ons. Welkom bij Victor Vlogdaan. Voilà, ik sta hier in mijn bar en ik heb al enkele voorbereidingen getroffen. Ik heb al een logo gemaakt. Ik heb een paar receptjes opgezocht en ik heb mijn flessen al klaargezet. Die staan hier. Dus ik ga 4 verschillende cocktails maken voor elk gezinslid. Een gepersonaliseerde, zeg maar. En ja, voilà. Ik ben geen ervaren cocktailmaker, maar zo moeilijk kan dat niet zijn, hè. Ja, papa, ik heb dus goed nieuws. Ik heb een bar geopend. Een bar geopend? Ja, hier, kijk maar. Dus ik ga zelfs een lekkere cocktail voor je maken. Oh, wauw. Leuk. Ook het logo is mooi. Ja. Mooi boven elkaar, mooi symmetrisch. Prachtig. Ellen, ik heb een verrassing. Oh. Ik heb een bar geopend en ik ga een lekker cocktail maken voor jou. Oula, best idee sinds lockdown. Ja, voilà. Ik heb een verrassing. Oh, vertel! Ja. Ik heb een bar geopend en ik ga een lekkere cocktail voor je maken. Eindelijk een goed idee. Ja? Ja. Oké, het eerste wat ik ga maken is een Cosmopolitan. Ik weet dat ons Marie er zot van is. Ik heb niet alle ingrediënten, maar ik zal dat proberen op te lossen. Ik heb geen limoenen, maar ik heb wel citroenen, dus dat is ongeveer dezelfde smaak, denk ik. Twee centiliter Cointreau, 4 centiliter vodka. En dan moet ik volgens het recept veenbessensap en suikerwater erin doen, maar dat heb ik ook niet. Maar ik heb wel deze, Schweppes agrum. Dus dat kan ongeveer hetzelfde smaken, hè. Riekt goed. Hey, hoe vind je me? Prachtig, hoor. Heb je dat? Ja, maar... Nee. Wat hebben we het ijs in altijd? Zo naar de ijs, dan hoor je dat. Ja? Het is maar mijn eerste bar dat ik open doe, hè. Zo, Marie. Hey, Marie. Ik vind dat vooral wat gevaar. Ja, echt goed. Echt goed, Marie. Ga blij zijn. De volgende cocktail is voor Ellen en dat is een Mai Tai, omdat je weet dat die zot is van Thailand. Wat heb ik daarvoor nodig? Rum, limoen, dus citroen, Cointreau en amandelsiroop. Voilà. Gaan we eens in orde brengen, ze. Suikerwater. En stroop. Agavesiroop. Het beste is dat jij het doet alsof het dat moeilijk is. Dan voor ons vader heb ik een specialetje, een whisky sour. Papa, die is dol op whisky, dus daarmee dat ik deze gekozen heb. Dat is die van u. Niet meer whisky, dat drink ik niet. Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Zie het goed van daar. Amai, wat een mooie schuimlaag. Voilà, en dan de laatste. Die heb ik, dat is een Long Island Iced Tea, maar ik ga die de Lockdown Island Iced Tea noemen. Dat is een voor mij. Ja, ik ben er zot van. Van Long Island Iced Tea, ik kan er niet om doen. Dat is het ook. Maar 1, 2, 3, 4, 5 alcohol, verschillende alcoholsoorten in. Misschien dat het daar iets mee te maken heeft. I'm sexy and I know it. Nee, moet dat. Wie is dat hier dan? Rustig. Oh, maar dat kan, hè. Nou, op zich moet ik ook niet houden. Jawel, hè. Je zit dit in, hè. Ja, maar ik vind dat ook... Ja, zo uitgeven. Ja. Ja, ik heb voor u een heerlijke whisky sour, omdat ik weet dat je zot bent van whisky. Nee, is er iemand anders die dat doet? Voor Ellen heb ik een Mai Tai, omdat die zot is van Thailand. Ik zou dat niet het laatste dat ik zou bestellen. Ik ben in één keer in Thailand geweest.
Dat van mij ziet er heel lekker uit. Even maar hier heb ik een Cosmopolitan. Wat is dat zeg? Amai, dat is precies naft. Oh. Allee. Cheers. School, hè? Warm en dik. Ja, ja. Toch wel bedankt voor de verwennerij. Ja. Wacht tot dat je het proeft. Hier kun je de vliegmachine mee laten opstijgen met een leer. Voilà, mijn activiteit van de dag was alweer een groot succes bij de rest van de familie. Hey, ja, nu is het even afwachten wat voor dolle dingen wij hier morgen terug gaan beleven, hè. Tot morgen. Allee, Marie. Ja. Yo.